69. We halen te veel vis uit de zee. 3 miljard mensen, dat is iets minder dan de halve wereldbevolking, hebben vis nodig om te overleven. Het is hun voornaamste bron van dierlijke voeding. Voor miljoenen mensen wereldwijd is vissen ook de belangrijkste manier om wat geld te verdienen. We dachten heel lang dat oceanen en zeeën nooit leeg zouden raken. Intussen denken wetenschappers daar anders over. Sinds 1950 wordt er meer vis uit de zee gehaald dan erbij komt. De vissen kunnen zich gewoon niet snel genoeg voortplanten. Sommige technieken roeien het visbestand nog sneller uit. Kilometers lange vangnetten halen gigantische hoeveelheden vis uit bepaalde plaatsen in zee. Als dat te vaak gebeurt, krijgen de vissen geen tijd meer om volwassen te worden en verdwijnen ze. Met die grote netten is er bovendien veel bijvangst. Dat zijn vissen, schildpadden of zelfs zeevogels die per ongeluk in de netten terechtkomen en mee opgehaald worden. Ze worden dood weer teruggeworpen in de zee. Niemand heeft er iets aan. Sleepnetten schrapen over de bodem van de zee en beschadigen daardoor het koraal, de bodemplanten en de mossel- en oesterbanken. In Afrika en Azië stoppen vissers dynamiet in lege frisdrankblikjes. Ze laten die ontploffen vlakbij een rif. De dode vissen komen bovendrijven, maar het rif is natuurlijk onherstelbaar beschadigd. In Azië wordt cyanide gebruikt. Vissers spuiten dit gif in de spleten van het rif, waar het de vissen verdooft. Je kunt ze dan heel gemakkelijk vangen, maar andere zeewezens en het koraal worden aangetast en sterven. Als we in de toekomst nog vis in onze zeeën en oceanen willen, moeten we goed nadenken hoe we de visserij aanpakken. Want zeg nu zelf, een oceaan zonder leven is niet bepaald een prettige gedachte.